knakkelen. De eerste training zit erop. Wat is je indruk van de nieuwe trainer? Ja, het was erg duidelijk. En van de tijd genomen om eens in het begin uit te leggen hoe hij over het spelletje denkt. En hoe hij aankomst als ziet. Dus erg goed beeld. En hoe voelde het om weer op het veld te staan na de zomerstop? Ja, wel heerlijk. Ik moet wel zeggen natuurlijk na de afsluiting van het laatste seizoen en die laatste wedstrijd. Dat was even zuur om zo naar de play-offs te gaan. Maar ja, uiteindelijk lekkere genoten vakantie. Even hoofd leeg gemaakt. En dan ben je nu toch wel blij om te beginnen. Ja, en onlangs natuurlijk ook een nieuw contract voor 2 seizoenen getekend. Gefeliciteerd daarmee. Dank je wel. Wat verwacht je van komend seizoen? Ja, ik denk dat we gewoon gaan proberen voor te beduren op de afgelopen 2 seizoenen. En dan natuurlijk met een nieuwe trainer, een frisse blik daarin en een paar aanvullingen hier en daar. Dus ik heb eigenlijk eerlijk gezegd wel zin om weer te laten zien dat de afgelopen 2 jaar geen incident was. En heb je dan ook doelstellingen voor komend seizoen? Ja, ik denk gewoon voor mezelf gewoon fit blijven, zoveel mogelijk spelen. En als ik mijn niveau haal, dan help ik het team vanzelf daarmee. Dus. En hoe zie je dan jouw rol in het team? Ja, natuurlijk ben je nu wel een van de oudere spelers. Dus nee, maar zoals ik al zei, afgelopen jaar deed ik gewoon hetzelfde als ik het jaar daarvoor deed. Ga ik nu ook goed doen zoals afgelopen jaar. Dus, Nou Willem, vandaag eerste training gehad als hoofdtrainer van FC Eindhoven. Hoe is het om hier aan de slag te gaan? Ja, een mooi moment natuurlijk. Een tijdje geleden al rondgekomen en dan zat het eigenlijk aftellen dat het gaat beginnen. En vandaag was het gelukkig zo. Ja, en hoe heb je de eerste training dan ervaren? Ja, het zag er goed uit denk ik. Jongens die oogden gretig en met de staf hebben we de training goed voorbereid. De afgelopen dagen ook al. Dat moet dan helpen om er een beetje een soepele sessie van te maken. En we kunnen denk ik blij zijn met hoe die verlopen is. Dus het zag er goed uit. En hoe voelt de selectie tot nu toe aan? Goed, wat ik net zeg. De jongens maken een hongerige en gretige indruk. En volgens mij waren ze hartstikke blij om weer terug te zijn op het veld. Dus dat is alleen maar positief. Het is voor mij geen geheim dat er nu wel wat spelers bij moeten komen. Dus ze zullen niet helemaal compleet zijn. Er zijn een paar jonge jongens die nu de kans krijgen. Dat is ook belangrijk hier bij onze club. Hè, dat die jongens ook een platform krijgen ook, om zichzelf dan te laten zien. Dus dat is van alles aan de hand. Ja, en wat is jouw visie als trainer voor komend seizoen? Ik denk dat het belangrijkste om te benoemen is dat de ontwikkeling die Eindhoven de afgelopen jaren heeft doorgemaakt gewoon hartstikke positief is. En ik denk dat we moeten gaan proberen om daarop op voor te beduren. En dat we nog wat dingen gaan toevoegen aan dat spel. Zoals wij dat nu als staf zien. Er is weer zijn toch weer wat mutaties geweest in de staf. En dan gaat het nooit om goed of fout. Maar nieuwe mensen brengen vaak weer nieuwe inzichten. En die gaan we gewoon proberen toe te voegen. En wat zijn jouw doelstellingen dan voor het aankomende seizoen? Nou ja, kijk, als we in de play-offs kunnen terechtkomen, dan hebben we het gewoon echt goed gedaan, denk ik. Omdat ik denk dat de KKD dit seizoen heel erg sterk is. Maar ik vind het eigenlijk nog veel belangrijker, want dan moeten de resultaten eigenlijk vanzelf komen. Dat de mensen zich hier kunnen identificeren met het elftal wat er wekelijks speelt. En dat daar energie in zit en dat we een ploeg zijn waar lastig tegen te spelen is. Ook voor de grote namen in de keukenkampioendivisie. Ja, en dat we gewoon zo'n strijdbaar elftal worden. En wat ik zeg, dan geloof ik erin dat als het proces goed gaat, dat uiteindelijk dat wel gaat leiden tot de juiste resultaten. Dus daar hopen we op. Ja. En 13 augustus is de eerste wedstrijd in de KKD. Wat is voor jou belangrijk in aanloop daarheen? Dat de jongens goed voorbereid zijn, zodat we de wedstrijd kunnen winnen. Dat is het belangrijkste. En dat gaat stap voor stap. Zoals je net zegt, vandaag is stap 1. En dat is nog een 6 weken nog vanaf hier ongeveer. En daarin zullen we op alle gebieden, technisch, tactisch, fysiek, mentaal, zullen we stappen moeten maken. Zorg dat we dan klaar zijn tegen die tijd.